Vroeger had ik een donorcodicil in mijn portemonnee zitten. Dat was zo'n rood briefje en dat had ik geplastificeerd, dat het langer meeging. Zodat ze, als ik dood mocht zijn, mijn organen konden gebruiken. Ik heb me inmiddels zelfs afgemeld als orgaandonor, omdat ik me verder heb verdiept in hoe dat nou werkelijk verloopt. Dat is het onderwerp van dit filmpje. Het probleem bij orgaandonatie is het vaststellen van de dood. Dat moet hersendood zijn. Om dat vast te stellen worden pijnprikkels gegeven, er wordt een EEG wordt afgenomen. Er kan ook een apneutest worden gedaan. Die is potentieel schadelijk voor organen. Dus als iemand niet hersendood is, vette pech. En dat geldt ook voor een CT-scan, een CAT-scan. Dat is een zware radioactieve belasting. En dan nog, als iemand dan nog niet hersendood verklaard wordt, wordt soms de uitslag genegeerd. Zo'n voorbeeld is er. Of iemand wordt wel hersendood, bij vastgesteld, maar komt later toch weer bij. Die voorbeelden had ik al eerder gelezen. Die stonden al op het internet. Maar nu heeft een Annette Wood, een kunstenares, heeft een heleboel van die voorbeelden bij elkaar gebracht. Dus ik zal een link toevoegen bij dit filmpje. Dan kunt u het zelf lezen. Nou, als iemand bijkomt, mooi, die kan weer herstellen. Maar soms liggen er mensen op de transplantatietafel, op de operatietafel, die tijdens de transplantatie weer bij bewustzijn komen. Om te voorkomen dat zo iemand gaat spartelen, wordt de donor vastgebonden of met spierverslappers verlamd gemaakt. Krijgt geen narcose, want daarmee zou het transplantatieteam eigenlijk toegeven dat iemand misschien toch niet hersendood zou zijn. En als zo'n donor geluk heeft, dan heeft een nabestaande opgemerkt dat er nog een traan in de ooghoek wegdruppelt. En als zo'n nabestaande dan stevig in zijn schoenen staat, kan de donatie, de transplantatie, worden afgeblazen. Maar zo'n transplantatieteam praat aardig in op de nabestaanden om toch maar vooral zo'n patiënt leeg te kunnen halen. Dat gaat er niet zachtzinnig aan toe. En veel nabestaanden bezwijken onder die druk. En dan na afloop wordt zo'n donor in een kist gedaan. Direct gesloten, want het ziet er niet uit. En soms gebeurt het dat iemand van de familie toch nog even in de kist wil kijken. En wordt dan geconfronteerd met het vertrokken gezicht van iemand die dus bij leven leeg is gehaald. Daar zijn veel voorbeelden van. Ga vooral zelf lezen en ga op onderzoek. En bepaal dan of je zelf met die verhalen alleen al nog donor wilt zijn. Voor de ontvanger van een nieuw orgaan, een tweedehands orgaan, is het ook niet per se een feest. Na afloop van de operatie moet zo iemand medicijnen innemen tegen afstoting van het nieuwe orgaan. Die medicijnen onderdrukken het immuunsysteem, onder andere de T-cellen, en moeten daarmee voorkomen dus dat dat orgaan alsnog gaat falen. En dat betekent dus automatisch dus ook dat de weerstand van zo iemand verlaagd is. Dus krijgt zo iemand het advies mee om heel erg scherp op hygiëne te letten. En mocht zo iemand op reis gaan, dan moet hij absoluut zijn medicijnen natuurlijk niet vergeten. En dan nog, afhankelijk van welk orgaan het om gaat, denk lever, nieren, hart, longen. Voor hoornvlies en huid is het een iets ander percentage, maar rond de 30% van de organen wordt ofwel direct, ofwel op vrij korte termijn, ofwel op wat langere termijn afgestoten. En de verhalen die je daarover kunt horen op YouTube zijn hartverscheurend. Van een jongen die
een hart getransplanteerd kreeg, wat dan uiteindelijk chronisch afgestoten wordt, zoals dat heet. Dat is bepaald geen feest natuurlijk. Ja, en dan zit er nog een ander aspect aan voor de ontvanger. Dat is het zielsaspect. Daar gaan we over verder. De veronderstelling zonder bewijs binnen de wetenschap is dat ons geheugen huist in onze hersenen. Daar is geen bewijs voor. En Rupert Sheldrake heeft in zijn TEDx-presentatie in zijn boek daar ook een punt van gemaakt. Er zijn verhalen bekend van donoren die na de transplantatie grote veranderingen vertonen. Een heel bekend verhaal is van een vrouw die organen kreeg, ik meen hart en longen, van een onbekende donor. Ze werd wakker en er werd er gevraagd van, waar heb je nou zin in? En ze zei van, ik zou wel een biertje lussen. Dat zei ze daarvoor nooit. Later wilde er ook nog naar Kentucky Fried Chicken voor Chicken McNuggets. Wat bleek uiteindelijk? Zij had organen gekregen van een motorrijder die was verongelukt. En die hield van bier. En die had zelfs nog in zijn jaszak een Chicken McNuggets zitten. Je hoort ook verhalen van donoren die van rechtshandig linkshandig zijn geworden. Of die ineens wel kunnen tekenen. Je moet daaruit toch de conclusie trekken dat ons geheugen en voor wie daaraan doet, ons ziel, huist in al onze organen. Dus niet alleen in ons hersenen. En dat heeft grote consequenties natuurlijk. Als je doordenkt op het niveau van de ziel, dan moet je je de vraag stellen, als iemand nou orgaandonor is geweest, is die dan echt helemaal overleden of is die pas echt overleden op het moment dat zijn organen ook gestorven zijn of afgestoten? En, en wat gebeurt er dan met zo'n ziel in de tussentijd? Is dat een dolende ziel? En omdat bloed natuurlijk ook een orgaan is, hoe zit het dan daarmee? Ik heb wel eens een keer opgevangen dat mensen die donorbloed krijgen, dat die rustig gehouden worden, omdat ze anders soms liggen te stuiteren. Daarvoor heb ik nog geen verdere links gevonden. Dus het zielsaspect. En dan nog dit. Toen ik dat kleine donorcodicil op zak had, was het van mij uit een bewuste keuze om iets goeds te doen na mijn leven. Dan kon ik er iemand anders nog mee helpen. Nu, met deze donorwet, is het staatsliefdadigheid geworden. En de staat is niet zo goed in liefdadigheid. Er zijn genoeg voorbeelden van. Er hangt ook een zweem van socialisme aan deze manier van denken. Het is sowieso ontzield om het menselijk lichaam, om een mens te zien als een zak lopende organen die na het leven geoogst kunnen worden. Nee. En om het nog een stukje erger te maken, de senatoren van de partij die dit wetsvoorstel erdoorheen hebben gedrukt, die senatoren is gevraagd of zij zelf een donorconiciel hebben ingevuld, of zij als donor geregistreerd waren. Daar wilden ze geen antwoord op geven. Dat was namelijk een privé kwestie. Dit is mijn verhaal. En nogmaals, eigen verantwoordelijkheid, dus geloof niets wat je hoort. En controleer het vooral zelf. Bedankt voor het kijken.